zorggebouw De Nieuwe Land, misschien is het goed om even te zeggen, een grote organisatie in het noorden van het land, omvat 3 gemeentes, Noordoostpolder, Urk en Steenwijk de Land. En we hebben ongeveer bij elkaar, met vrijwilligers en bij het personeel, 2500 man personeel. Dus je kan zich voorstellen, als je bedenkt van, goh, we zijn eigenlijk helemaal niet zo goed bezig met elkaar, dat het niet van vandaag op morgen zomaar anders gaat. Ik ga u toch proberen te laten zien waar wij al vanaf ongeveer half 2010 met elkaar mee bezig zijn. Omdat we er gewoon met z'n allen in geloven dat contextgedreven werken ons verder gaat helpen in de zorg. Maar daar doen we het natuurlijk niet voor. We doen het voor de cliënten die bij ons hun zorg krijgen. Net zoals de politie het voor de burgers doet. Maar om u even mee te nemen in wat de toestand is in de zorg. Moet ik toch even het stapje terug doen. U ziet hier al een prachtige knoop. Wat we eigenlijk elke keer, elke dag maar weer mee geconfronteerd worden is, oh, die zorg, die wordt alleen maar duurder. We zijn ook alleen maar bezig met het organiseren van hoe we die zorg nou uiteindelijk goedkoper kunnen maken. We doen dat door met potjes geld te schuiven, door te gaan bepalen voor mensen wat ze wel of niet nodig hebben. De meest recente onderzoeken, maar wij wisten dat natuurlijk allemaal al met z'n allen, laten eigenlijk zien, niet de vergrijzing, niet de toenemende zorgvraag maakt de zorg te duur, maar het zijn eigenlijk de verkeerde prikkels die er in de zorg zijn. We zien met z'n allen dat we zoveel georganiseerd hebben om de zorg en dan zijn we eigenlijk nog niet eens aan het zorgen. Wat een belangrijke waarneming ook is daarin, is dat we ook min of meer gestuurd worden om alleen maar meer zorg te gaan leveren. En wij zeggen altijd met een mooi woord van als je volume wilt, dan kun je volume krijgen. Als je afspraken maakt met zorgverzekeraars, financiële afspraken en je mag binnen een bepaalde bandbreedte zorg leveren, dan zien we dat heel veel zorgondernemers ook gaan sturen op die bandbreedte. Zoveel mogelijk zorg inzetten en dan kan dat heel helpend zijn. Maar het gaat er natuurlijk om wat de ander nodig heeft. Wat we georganiseerd hebben is dat voor elk potje, voor elke financieringstroom is een ander geldpotje. Dat maakt dat we vooral gefocust zijn op het potje wat wij doen. Wat daarvan lastig is, is dat we eigenlijk niet meer over die stroom heen kunnen kijken wat voor de cliënt belangrijk is. En vervolgens zijn we dat weer gaan organiseren. We zetten de patiënt in het midden en we gaan proberen al die losse eindjes vervolgens weer aan elkaar te knopen. Al 26 jaar. Toen ik er kwam te werken waren er 200 man personeel. Ik heb jullie net verteld hoeveel personeel er nu is. We zijn ook gefuseerd van thuiszorg naar verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg. En dat was natuurlijk oorspronkelijk bedoeld om de zorg beter op elkaar af te stemmen. Maar u heeft net gehoord hoe lastig dat nog is, want het is geen garantie dat we dat op die manier dan goed kunnen. Maar dat is ook niet erg, want dan gaan we gewoon zorgen dat we dat gaan volgen, dat er toezicht komt in de zorg. We hebben te maken met de inspectie, met de NZA, met de NMA. Om maar te kijken dat we wel uiteindelijk nog de juiste dingen doen. Anne, ik weet niet waar je zit. Ja. We vragen ons af of we eigenlijk wel de juiste dingen doen. Misschien kan jij daar iets over zeggen. Want ik vraag me af, zo contextgedreven. Ik zie alleen maar systemen. Daar worden we enorm door bepaald. We weten dat wij dagelijks druk bezig zijn met de zorggroep. Om al die verlenende zorg te coderen, te registreren en vooral te controleren. Voor al die verlenende zorg die wij aan onze cliënten verlenen. En vervolgens ook vooral te kijken of die zorg uit het juiste potje wordt gefinancierd. En waar het om gaat, dat we vervolgens proberen om te kijken of al die zorg die we hebben verleend, weer aan elkaar verbonden kan worden. Middels ketenpartners, zorgprogramma's en case managers. Naast is partij. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, we hebben ons steeds verder in de knoop georganiseerd. En je kan je voorstellen dat hoe harder je aan die knoop gaat trekken, hoe strakker de knoop wordt.
En zo voelt hij ook. Want, en zo voelt ook de buitenwereld het. Als we het hebben over contextgedreven werk met onze partners, zeg maar, gemeente, het zorgkantoor, dan zeggen ze ook van, hey, maar dat is eigenlijk wel heel mooi zoals jullie dat voor je zien. Maar als ik hier wat doe, dan gebeurt er daar ook wat. En hoe ga ik dat dan oplossen? Dus het gevoel van in de knoop zitten, dat is eigenlijk onze dagelijkse praktijk. Ik wil even met u kijken, hoe ziet het er dan uit? We hebben al wat voorbeelden genoemd. Maar wat wel mooi is, is dat we hier een indicatieprocedure zien van een klant zegt bijvoorbeeld, kunt u mij helpen met douchen? Nou, dan komt er een mevrouw van buiten en die gaat een heel procedure door om te kijken of je wel mag douchen en hoe lang dat mag duren, wie dat moet doen, wanneer dat moet gebeuren, binnen hoeveel tijd je ervoor krijgt. Nou, en ik denk dat het leuk is om daar ook even een voorbeeld van te horen hoe zo'n indicatieprocedure dus werkt. Daar zitten echt alle producten in die je maar kan bedenken als je zorg nodig hebt. Moet ik even kijken, Dirkje of en Margriet? Ik denk in ieder geval Margriet, waar zit je? Ik zit hier. Oké. Kan jij een mooie casus vertellen van iets wat hierin past? Ja, het is ook een hele aparte. Oh. Wisten jullie dat de vaginale septil niet voorkomt in het indicatieprotocol? Oh, ja. Lastig. We hebben daar natuurlijk heel veel mailtjes aangeweid. Oh, sorry. We hebben daar heel veel mailtjes aangeweid en bevrijd. VWS bepaalt waar die vaginale septil in moet. En je moet zich bedenken dat we het ook niet mogen doen van het systeem als er geen indicatie is. Dus deze mevrouw kan maar zo. Ik weet al die mailwisselingen, en het is echt een mailwisseling, ik had het u graag laten zien, maar dat was niet mogelijk. Tussen het CIZ, nee, die gaat er niet over. Nee, je moet er daarvoor zijn. Oh, help, hij staat er helemaal niet in. Nou, dan moeten we bij Actis zijn, dat is onze brancheorganisatie. Want die zit aan tafel bij VWS om te bepalen wat waar in zit. Nou, jullie snappen dat als je zo systeemgedreven aan het werk bent, en het is echt een serieuze situatie, dan, dan verlies je eigenlijk elk gevoel met de cliënt. Ik denk nu van, ik mis Dirk hier in het verhaal, kan jij ook nog wat noemen? Als je dan één keer zorg krijgt van ons, dan ben je er nog niet. Want er zijn nog heel veel externe partijen die van ons verlangen dat we ons verantwoorden in allemaal lijstjes, systemen en afvinklijstjes, screeningslijstjes. Maar of het dan werkelijk goed gaat voor onze cliënt, dat zegt zo'n lijstje echt niet. Nou, dit is zo'n praktijk, hè? Puzzelen achter je computer van goh, welke indicaties speelt hier nou? Vroeger deden we gewoon zelf, als wijkverpleegkundige heb ik altijd gewerkt, zelf de indicatie. Nu moet er dus iemand van buiten afkomen, dan is het transparant. Want stel je voor dat je meer zorg gaat initiëren dan dat nodig is. Dus we hebben bedacht met z'n allen, dat moet een andere partij doen. Nou, dit is dan de dagelijkse praktijk, zeg maar, van een wijkverpleegkundige. Die acht, net als de politie, ja, overigens wat Henk vertelde, van je bent soms langer bezig op kantoor dan dat je in de zorg aan het werk bent. Nou, dit is ook mooi. Dit is natuurlijk een prachtig plaatje voor systeemgedreven werken. Nou, ik heb hem ook 3 jaar terug zelf gemaakt, hoor. Want toen dacht ik, dat gaat ontzettend helpen. En ik dacht, ja, ik ben bestuurssecretaris, hier moet ik me mee bezig houden. Dat moet ik samen met Anne doen. En dan moeten we het hele jaar moeten we dit in de gaten houden. Prachtig gewoon, dat was ook heel lastig. Maar je wordt er ook gewoon echt niet blij van. En ik kan u vertellen dat je altijd achter de feiten aanloopt. En dat je denkt in het begin van het jaar dat gaat me helpen. En dan halverwege denk je, ik had er toch iets over op papier gezet. Nou, Marjolein, misschien kun jij ook nog even vertellen hoe jij ervaart, zeg maar, dat al die systemen niet helpen. Moet ik iets indrukken? Het lijkt tot interne controles, beleidsplannen, businessplannen, business cases, whatever, waardoor je vergeet om het te doen. Precies. Maar misschien kan ik toevoegen dat Helene een aantal jaar geleden mijn leidinggevende was. En dat zij mij geleerd heeft om beleidsplannen te schrijven volgens een heel vast format. Kijk. Maar ik heb het afgeleerd. Maar je kon het wel goed doen. Ik kon het zo goed doen. Ja. Ja. Mooi.
gewoon niet meer doen. En, nou, ik weet niet, kijk er maar eens even goed naar. Dit heeft een prijs gewonnen. Echt, dit zijn kunstenaars die hebben dit bedacht voor een verpleeghuissetting. En die hebben daar echt een landelijke prijs mee gewonnen van het was een fantastisch plan. Nou, Lili, waar zit je? Vertel eens, hoe kijken wij daar naar? Nou, daar kijken wij heel mooi naar. Wij zijn lekker binnen gaan fietsen met onze dementerende bejaarden, omdat het lekker efficiënt is. En we worden natuurlijk wel boos als het vervolgens gaat plassen tegen de muur. Ja. U moet zich voorstellen dat dit zeg maar de setting is, daar kun je er is natuurlijk een groot probleem in de verpleeghuiswereld van personeel en toezicht op huiskamers. Nou, er is een hele hoop over te doen. Dit wint dus zo'n prachtige innovatieprijs en wij gaan gewoon buiten fietsen met de mensen. Lijkt me veel beter. Oké. Nou, dit is natuurlijk wel wat op het moment heel erg speelt. We regelen gewoon waar u recht op heeft. Onze staatssecretaris, kijken welke kant alles op gaat nu de situatie is, maar die zegt geen stopwatchzorg meer. Dus weet u wat, meld het allemaal bij mij en dan ga ik er wat aan doen. Vorige week tweeten ze nog en hebben we allemaal op het nieuws kunnen zien, mensen hebben recht op elke dag douchen. Afspraak is afspraak. Waarop mensen meteen zeggen, ons personeel, maar wie gaat dat doen? Hoe gaan we nou zorgen met elkaar voor die randvoorwaarden? Of hebben we wel de tijd, maar hoe zorgen we dan dat we weer met de juiste dingen bezig komen? Nou, wat we zien aan de staatssecretaris is dat ze probeert regels weg te nemen. We gaan het meedoen met een experimentregelarm. Omdat wij denken dat het ons gaat helpen bij contextgedreven werken. Maar het is meer van hetzelfde. En misschien is het leuk, Annette, als jij daar nog iets over kan zeggen. Ja, we lossen het in ieder geval niet op langs dezelfde weg waarop het allemaal ontstaan is. Want dan krijg je alleen maar meer bemoeizucht, meer regels, gefrustreerde medewerkers, maar vooral ook hele gefrustreerde cliënten. Nou, dit is de toestand, zeg maar, in de zorg zoals wij hem nu ervaren. En dit vond ik een prachtige quote. Die sprak ons ontzettend aan. Als je een organisatie van boven naar beneden organiseert, dan krijg je mums. En dat ziet er zo uit. Hier zie je ook weer die cliënt of die medewerker van ons die helemaal in de knoop zit en eigenlijk zijn werk wil doen zoals hij is opgeleid. Een hoofdprofessional, zoals Leonie net mooi zei, kennis heeft en vanuit die kennis bij kan dragen aan wat de cliënt nodig heeft. Maar hij is eigenlijk helemaal wurm gemaakt. Dus dat is niet ons antwoord. Hoe Zorggroep Oude en Nieuwe Land vanaf 2010 bezig is met de medewerkers, zeg maar, de ruimte te bieden om te doen wat goed is samen met de cliënt. We hebben nog wel een CZ-indicatie, maar we vertellen ze, ga vooral de situatie in, kijk wat er nodig is, overleg met de cliënt, voel de ruimte om te doen wat goed is in die situatie. Hoeveel maal hebt u nou de Golden Boy gezien? Die zag je 6 keer de Golden Boy? Ja, nee. Nou, zullen we dan even vragen? Wie weet het antwoord? 7, 8. Het antwoord is 7. Maar is u ook nog wat anders opgevallen tijdens het film? Hebt u nog iets anders gezien tijdens het film?
Ja, die. Heb je elke keer een ander bord, een andere locatie? Ander bord, ja, andere locatie, ja zeker. Wat nog meer? Als u nog meer opgevallen? Ja. Vrolijkheid en vreugde. Vrolijkheid en vreugde, ja. Ja, wat nog meer? Het lip-lip-filmpje staat op de site. De website van ZONL heeft heel veel aandacht gekregen. Samen. Samen. Samen, ja. Samen. Ja. Ja, wat nog meer? Wat is er nog meer gebeurd? Ja. Dat de bewoners betrokken zijn bij alles. Ziet. Ziet, ja. De bewoners zijn bij alles betrokken. Doen het echt met elkaar. Ja, wat nog meer? Wat nog meer? Kun je dat wat luider zeggen? Wacht even, kom naar je toe. Ik vraag me af of de asperges zijn klaargemaakt. Zijn ze klaargemaakt? Nou, ik moet je zeggen dat ik toevallig bij deze locatie niet was. Vast. Want wij verspillen niks. Ik vermoed het vast. Ja. Nou, heb je de neiging om als je naar zo'n filmpje kijkt en wordt de vraag gesteld hoeveel maal is zo'n Golden Boy door de filmpje gegaan, dat je je daarop concentreert. Maar de vraag van, wat is er nog meer gebeurd? Die vraag speelt zich natuurlijk af voor alle mensen in de zorg als ze ergens zijn. Of ze dan alleen de patiënt zien en ook geconcentreerd zijn. Of ook nog de dingen zien die er omheen gebeuren. Nou, wat is er omheen gebeurd? Wie? Wie heeft gezien wat er ook gebeurde? Een van de puzzels bij organisaties. Ja, daar. Ah, die tellen niet mee. Dat is mijn dochter. Ah, die tellen niet mee. Oh. Ik denk dat mijn dochter alleen mij bent namelijk. Dat heb je. Ja. Wat zien jullie voor verandering bij Helene? Ja. Ja. Ze heeft zich verkleed, lichtelijk verkleed. Omgekleed. En wat je ziet is dat als je geconcentreerd bent op zo'n filmpje en op waar je mee bezig bent, dan is het een grote plus. Of je dan ook nog in staat bent te zien. Kijk, ze heeft zich daar teruggetrokken. Kijk, daar komt Nicoline, die nog even de aandacht vestigt op de Golden Boy. Dat versterkt natuurlijk de afleiding, zodat je nog minder ziet van de omgeving. En je hebt dan niet meer in de gaten, als je heel erg geconcentreerd bezig bent, dat er ook nog allerlei andere dingen zijn die in de context een rol spelen. Met allerlei voorbeelden van filmpjes waarbij er een basketballer door een beeld loopt. Maar dit is een van de grote kwesties bij een contextgedreven organiseren. Dat je zo geconcentreerd bent op de patiënt en wat er gebeurt, dat je niet in de gaten meer hebt dat er nog allerlei andere dingen ook een rol spelen die er echt toe doen. Nou valt het nu nog wel mee met zo'n bloem natuurlijk. Ja, ik heb 10 nodig. Ik heb er nog één. Ja, okay. Misschien goed om te zeggen, ik heb andere schoenen aangedaan, ik heb een bloem afgedaan, ik heb een sjaaltje omgedaan. Mijn jasje kon niet, was misschien iets meer opgevallen, want er zit natuurlijk mijn apparatuur erin. Maar het is heel typerend voor hoe wij onze medewerkers altijd op pad hebben gestuurd. We vertellen ze van tevoren in een planningssysteem hoe laat je ergens moet zijn, wat de zorgvraag is van de cliënt, hoe lang je er over mag doen, wat we moeten ons verantwoorden naar extern. En het grote probleem daarvan is dat medewerkers dus ook zo geconcentreerd zijn, zeg maar, op wat ze daar moeten doen, dat je vergeet te kijken hoe zit de cliënt er eigenlijk bij. En om het dan even uit te vergroten, als je ergens binnenkomt en je moet een kous aantrekken en je hebt daar 10 minuten voor en dat is zo, dan, en je weet dat de volgende cliënt ook op je wacht, dan bestaat er zo de kans dat je naar binnen rent, de kous aantrekt, in het rapportage schrijft dat je geweest bent voor je collega's en vergeten bent te kijken hoe de cliënt er eigenlijk bij zit. Nou, daar is deze metamorfose even voor gedaan om u te laten zien hoe snel je vergeet te kijken naar de context als je een opdracht krijgt, en in dit geval is de opdracht om de Golden Boy te tellen. Nou, wij hebben gezegd dat gaan we gewoon niet langer doen. We zorgen ervoor dat we onze medewerkers volledige ruimte geven, zoals ik net zei, om te doen wat het toe doet en dan vooral in samenspraak natuurlijk met de cliënt. Vergeet al die ballast en we hebben gezegd, het management en de staf is ondersteunend aan dat proces. Dus dat betekent, de zorg is leidend en heb je wat nodig om wat te faciliteren, dan mag je het ons vragen.
We schrijven geen plannen meer. Ik weet nu dat ik lekker buiten de tijd ga. Dat had ik niet georganiseerd, maar wel bedacht. En ik nodig u graag uit om daar nog eens in gesprek over te gaan, maar ook om bij ons te komen kijken als u zegt van dat wil ik wel eens in de praktijk zien. Hartelijk bedankt.